Hilversum werkt aan een pakket maatregelen om adequater te handelen als gemeenteraadsleden worden bedreigd. Onderdeel van de aanpak kan zijn dat de politie bedreigers opzoekt en confronteert met hun gedrag. Eerder had PvdA-raadslid Sami Akrou aangegeven dat het huidige beleid om lokale politici te beschermen niet volstaat. De overheid heeft een animatie gemaakt waarin lokale politici in Nederland worden geïnformeerd over wat ze moeten doen bij een bedreiging. Wees duidelijk over agressie. André is gemeenteraadslid en was onlangs behoorlijk aangeslagen. Hij overwoog ook te stoppen als raadslid. Wat was er gebeurd? André ontving een mail met onder andere deze tekst. Het is beter voor jou en je familie dat je tegen die windmolen stemt. Zijn hart bonkte in zijn lijf. De anonieme mail kwam keihard binnen bij André. Bedreiging en intimidatie van raadsleden komt veel voor. Maar liefst 20% krijgt ermee te maken. Het is daarom belangrijk dat je als gemeenteraad beleid ontwikkelt over agressie en intimidatie. Gelukkig kon André protocol volgen dat onlangs in zijn gemeenteraad was vastgesteld. Zo meldde hij het voorval allereerst bij de burgemeester en de griffier. En gezamenlijk besloten ze aangifte te doen bij de politie. Ook werd gesproken over politiebescherming, maar dat vond André niet nodig. Met mensen van communicatie werd een strategie bepaald over de benadering van de pers over deze zaak. André heeft ook nog een vertrouwenslijn gebeld en dat heeft hem ook geholpen. Met André gaat het weer goed. Hij is strijdbaarder dan ooit en vindt dat de democratie te vuur en te zwaard moet worden verdedigd. Wat kun je als gemeenteraad doen? Om te beginnen moet het onderwerp op de agenda worden gezet. Spreek vervolgens met elkaar heldere omgangsnormen en regels af. Wat accepteer je wel en wat niet? Ontwikkel een agressie- en geweldsprotocol. Volg desnoods een training als je meer zekerheid wilt in je eigen handelen bij agressie of intimidatie. Meld incidenten of niet-pluisgevoel intern en doe waar mogelijk aangifte. Wees duidelijk over agressie. Altijd bespreken, altijd melden en altijd handelen. Het Metropoolorkest, onverbrekelijk verbonden met Hilversum en glorieuze winnaar van een Grammy Award, is volgende week donderdag weer te zien en te beluisteren in het Amsterdamse Concertgebouw, bij de derde editie van de Avond van de Filmmuziek. Met het project Silva won het Metropoolorkest dus een Grammy, de hoogste onderscheiding in de muziekindustrie. Van die dvd het nummer The Clearing. Thank you.
Nou, hallo mevrouw. We hebben een probleempje. De moeder van mijn vriendin heeft een auto-ongeluk gehad. En ze ligt nu in het ziekenhuis. Wat kind, wat vreemd. Toen gingen we naar mijn oma. Maar die was niet thuis. Wil ik haar gaan vertellen dat het ook naar het ziekenhuis moet komen, wat dus, er is gebeurd? Of we een briefje mogen schrijven naar mijn oma. Kom je naar binnen? Dank u wel. Gaan jullie even zitten, dames, dan pak ik een kladblok voor je. Ja, dank u wel. Kijk eens. Dank u wel. Alsjeblieft. Rustig maar, ik sluit eventjes, ja. Mevrouw? Zou ik een glaasje water mogen? Ja hoor, ik zal het even voor je halen. Ik loop wel even met u mee hoor. Weer een beetje? Ja, dat wel wat beter. Ik heb een briefje geschreven hoor. Mooi. Gaan jullie weg? Ja, nou, heel erg bedankt dat nog op de, ja, voor de goede zorg. Ja, ik hoop het beste met je moeder. Ja. Dank u wel. Nou, meisjes. Met mevrouw Pronk. De politie? Nou, alles zit in mijn tas. Ja, dat doe ik. Nou, mijn portemonnee zit erin. Mijn pasje is eruit. Mijn geld ook. Ja, natuurlijk wil ik mijn pasje wel blokkeren. Ja, wil mijn kind. Ja, voor mijn pincode. Natuurlijk, hij is 4456. Nu kunnen ze geen geld meer van mijn rekening nemen. Nou, graag gedaan. Er is natuurlijk veel gebeurd de afgelopen week weer. De toon van het debat wordt er niet beter op. Mensen die naar voren treden, en in het geval van de vluchteling ben ik dat natuurlijk geweest de afgelopen tijd, die krijgen allerlei verwijten vanuit de samenleving. Dat is niet prettig om mee te maken, dus rustig aan zou ik zeggen. Ik heb zelf gezegd, er komt ook een demonstratie.
binnenkort. Maar ik heb zelf gezegd de dat... De Facebookgroep, liever iets minder vluchtelingen. Ja. Er zijn nog steeds geen vluchtelingen in Hilversum, maar goed, dat even daar gelaten. Dat irriteert me ook nog wel eens. Maar die demonstratie die er komt, die wil de democratie begraven. Ja. Kijk, ik heb zelf... Volgende week vrijdag willen ze dat doen. Ja. En ze hebben gevraagd medewerking van de politie. Ja, prima. De recht van iedere burger is om te demonstreren. Gelukkig zou ik zeggen in Nederland. Dus dat koesteren we ook. Maar ik heb zelf ook kritiek op die democratie. Ik heb in mijn nieuwjaarsrede nog uitvoerig gezegd, daar hebben we het ook over gehad. Het dak van de democratie lekt. En de afstand tussen de burger en het publiek is te groot. Dus ik zou er alles aan willen doen om die afstand te verkleinen. En maar deze demonstratie richt zich ook op u, hè? Ja, maar dat is dus jammer, want ik zou eigenlijk een bondgenoot willen zijn van die groep om samen te kijken, te zoeken naar oplossingen die er zijn om die kloof te verkleinen. Goed, maar u gaat dat niet verbieden of laten verbieden? Nee, nee, waarom demonstraties zijn, mits ze vreedzaam zijn en zijn aan de normale spelregels voldoen, maar daar ga ik vanuit. Dat zijn ze ook van plan dus. Even in zijn algemeenheid, even los van die vluchtelingendiscussie, vindt u of vindt het college, want wethouder Jeger heeft daar een blog over geschreven bijvoorbeeld, dat we een beetje moeten oppassen met elkaar niet te verliezen in onfatsoenlijke het is kritiek moeilijk. Op elkaar? Het is moeilijk, kijk, kritiek is prima, maar het is moeilijk als je dat vanuit een totaal idee van wantrouwen, dat je eigenlijk niemand die, wij hebben allemaal het mandaat gekregen om die stad te besturen. En de een is gekozen, de ander is benoemd. Nou, zo is het staatsrecht nu eenmaal in Nederland. En dan ga je ervan uit dat die mensen dat naar goede eer en geweten doen. Zo doe ik dat ook. En dat doe ik ook met die vluchtelingen. En ik luister ook naar de beweegredenen van mensen die kritiek hebben of die angst hebben. Dat is een heel legitiem ding, daar hebben we het vaak over gehad. Daar praten we ook met de raad over. En nou ja, dat gesprek is prima. Maar als het alleen maar vanuit wantrouwen is, dan is het toch wel moeilijk praten. Sinds vorige week wordt het verbouwingswerk van het raadhuis opgefleurd met kunst, gemaakt door de Mozarthof, een school voor verstandelijk gehandicapte leerlingen. Nog tot eind maart is het werk daar te zien. 3, 2, 1. Vakdocent Peter de Jong van de Mozarthof. Ja. Jullie werken, heb ik begrepen, met twee groepen kinderen, zou je kunnen zeggen. Zou je eens kunnen uitleggen, want we gaan nu kijken naar een kunstwerk van Derk, ja. Hoe dat tot stand gekomen is? Ja. We zijn in het atelier zijn we met twee docenten, twee leerkrachten, Ria Terra. Die doet dan met name dan de jongere kinderen en ik heb de wat oudere kinderen. En Ria werkt bijvoorbeeld met Derk. En dan gaat het niet zozeer om het resultaat, het gaat veel meer om het proces. Het gaat veel meer om het maken van het kunstwerk. En uiteindelijk is dit een gigantisch mooi resultaat. Heel kleurrijk. Derk, wat vind je er zelf van, wat je gemaakt hebt? Leuk. Ria is leuk. Ja, het is leuk. En de kunst van Ria is... anders is Ria... Echt mooi. Ja. Rijk. Je houdt van kleur, hè, zie ik. Ja. Het is rood en groen. Blauw is €5. Behalve met deze groep wordt er in de Mozarthof ook gewerkt met het natekenen en inkleuren van kunst. Dit is werk, daar gaat het met name om het resultaat. Deze kinderen die zitten gedurende een half jaar zitten ze op maandagmiddag 3 uur achter elkaar zitten ze bij mij. En aan de hand van voorbeelden maken ze dan dit soort werk. Het is ook de bedoeling dat het verkocht gaat worden. De leerlingen krijgen daar een deel van de opbrengst van. En de rest wordt nogmaals aangewend voor de aanschaf van nieuw materiaal. Bram is een voorbeeld. Hij is een oud leerling. Het is mijn assistent inmiddels op woensdagochtend. Hij tekent de schilderij, de doeken. En Hanna is het voorbeeld. Zij schildert dat in. Ook met belijnen. Dat doet ze allemaal. Ontzettend creatief. Heel leuk. Ik heb het getekend. En soms heb ik een opdracht gekregen van Peter om het na te tekenen. Dus Peter had me gevraagd of ik assisteren wil voor de kinderen met helemaal met beperking. En ik heb gevraagd, het lijkt me hartstikke leuk om te werken. Okay. Was dat moeilijk? Is dat moeilijk? Nee, voor mij een appeltje eitje van mij. Ja? En toen, Hanna, ben jij ermee aan de slag gegaan? Ja. Was dat moeilijk? Want jij moet dat allemaal gaan inkleuren, hè?
Nou, ik vond het niet echt moeilijk, maar het was natuurlijk wel dat je moest de kleuren moest schilderen. Ja. En dat weet je niet altijd van, ja, past dat wel en dat, ja. En wat vind je er zelf van? Ben je er trots op? Ja, tuurlijk. Ja, het is heel mooi. Ik heb het ook die kleuren belijnd en zo en ja, die figuurtjes erin gemaakt. Peter, is dit nu een project waarvan je zou kunnen zeggen, dit bereidt kinderen ook een beetje voor op later? Op welke manier dan? Ja, omdat ze gedurende die 3 uur dat ze op maandagmiddag bij me zitten, moeten ze gewoon 3 uur lang geconcentreerd werken. En het gaat uiteindelijk om het resultaat. Het gaat om concentratie, het gaat om de werkhouding. En het is natuurlijk meegenomen dat ze, als er een doek verkocht wordt, dat ze daar in ieder geval wat geld voor krijgen. We waren op bezoek bij het Mozarthof en toen ontdekten we dus wat zij daar allemaal kunnen. En toen dachten we van waarom gaan we ze niet uitnodigen om hier hun werk te tonen. En ik merk het direct, ik bedoel, mijn secretaresse zeggen wat leuk, wat vrolijk. We hadden het gisteren met burgemeester en wethouder over, wat hangen allemaal vrolijke dingen hier hangen aan de muur. En dan kunnen we niet kopen en dan merk je dat ze kosten 50 euro. Dat is natuurlijk veel te goedkoop, want iedereen wil die dingen nu hebben. We hebben er al geloof ik 8 verkocht of zo. En zelf denk ik ook wel van een paar die ik had willen kopen, die zijn al verkocht. Maar die vogeltjes daar aan het einde vind ik bijvoorbeeld heel leuk. Maar vooral wat natuurlijk zo is, het is zo kleurig. En dat valt eigenlijk op, zo vrolijk. Ik open de vergadering. We gaan een bel aanschaffen. Nee, zo werkt het niet in de politiek. Een koebel. Dat is het meest handige. Maar wat ik zeg is, we kunnen een omweggetje lopen. Is er behoefte aan een tweede termijn? Daar kan nu over gestemd worden. Vergadering is gesloten. Scooters zorgen voor levensgevaarlijke situaties op de Hilversumse Kerkbrink, vinden buurtbewoners die ons tipten. De verbodsborden worden massaal genegeerd, maar de gemeente doet er niets aan. In het kader van de gezamenlijke rubriek met onze mediapartners RTV NH en Hilversums Nieuws, het Hilversumse hete hangijzer van deze week, scooteroverlast op de Kerkbrink. Vinden we het ook eng? Want als jij met je kleintje over straat loopt en je wil oversteken, nou, je moet echt ogen en oren en overal hebben. Echt overal. Want ze schieten links, rechts, overal langs je voorbij. Ingrid Brundel woont om de hoek en maakt zich grote zorgen over de scooters die in grote getalen over de Kerkbrink scheuren. Terwijl scooters er niet eens mogen rijden. En ze is niet de enige. Dat mag dus niet wat nu gebeurt. Nee, dat mag dus niet. Maar ja, het gebeurt wel. Het gebeurt al dag in dag uit. En ze doen er verder gewoon niks aan. Het levert levensgevaarlijke situaties op. We hebben toch al een aantal keren ongelukken gehad hier op het plein. En daarnaast vind ik het voor het gast op mijn terras natuurlijk ook niet alles. Als ze elke keer een scootertje langs moet rijden. Volgens de gemeente Hilversum is er niks aan de hand. Sterker nog, scooters mogen gewoon over de Kerkbrink rijden, zegt een woordvoerder van de verkeerswethouder. Een opmerkelijk standpunt en daarom even een kort lesje theorie voor de gemeente. De wet is helder. Verboden in te rijden en uitgezonderd fietsers. Nou, er staat echt geen scooter of een brommer of wat dan ook staat erbij. Wist je überhaupt dat je hier niet mag scooteren? Ja. Waarom doe je het dan toch? Omdat het heel snel is en je moet hier heel erg omrijden. Dus ook de scooterrijders weten het. De buurtbewoners kennen de regels, nu de gemeente nog. Wie weet gaan ze eens een keer achter hun oor krabbelen van jongens, kom op, wel of niet. Want dan weten wij als bewoners zijn hier zo ook waar we aan toe zijn.